En de wet uitzonderingstoestand COVID-19 is afgelopen vrijdag door de Nationale Assemblée met een maand verlengd. Ashwin Adin, vicepresident, tevens voorzitter van het COVID-managementteam, heeft een dag daarvoor een brief gericht naar het college met het verzoek deze wet te verlengen. Het parlement heeft met algemene 40 stemmen de verlenging van de wet goedgekeurd. NPS-parlementariër Patricia Etnel haalde onder andere aan dat de regels van de WHO met betrekking tot dit virus duidelijk moeten zijn voor de gehele samenleving. Ze zegt gemerkt te hebben dat de bewustwording binnen de samenleving steeds groter wordt als het aankomt op COVID-19. Dat we de mensen sowieso bewust maken van de WHO-regels in relatie tot COVID-19. Verder nog, dat wij langzaam maar zeker de protocollen die belangrijk zijn voor die verschillende maatschappelijke groeperingen, voor het bedrijfsleven, dat we die gaan invoeren en implementeren. Eén daarvan is het onderwijs en het is heel erg belangrijk dat we dat meenemen. Dus wanneer we kijken naar de toekomst, is het sowieso belangrijk dat wij de zaken met betrekking tot COVID-19 in relatie tot de WHO-regels in acht nemen. En ik benadruk in relatie tot de WHO-regels, want dat hebben we nodig. We hebben te maken met de gezondheidscrisis en we moeten het al zodanig aanpakken, zodat zaken eigenlijk rustig worden, meenemende de problemen van de buurlanden. Want we weten, Brazilië is een vraagstuk. We weten ook Frans-Guyana. Dus we moeten ervoor zorgen dat we die samenleving blijven beschermen en de regels die belangrijk zijn in acht nemen. Claudie Sabayo, NDP-parlementariër, haalde aan dat er mogelijkheden bekeken moeten worden, zodat de leerlingen in Marowijnen ook deel kunnen nemen aan het examen. Vanwege het COVID-19-gevaar in het binnenland is het onderwijsproces daar nog niet op gang gebracht. Behalve het onderwijsvraagstuk zegt ze dat er ook gekeken moet worden naar de veiligheid op de rivier. Ik kom uit het gebied en ik kan u zeggen, het is nog altijd een Wild West. Er zijn nog steeds boten die de oversteek doen, voorzitter. En ik vraag dus dat ook dit in overweging wordt genomen, dat er strengere maatregelen komen ten aanzien van de overtreders. Taxi- en boothouders die maken zich alsnog schuldig. Maar dan wil ik ook tegelijkertijd kijken naar de tegemoetkoming dat eigenlijk deze ondernemers, de taxiboothouders, die vanwege de COVID-situatie ook geen inkomen meer hebben. De situatie die is gaan ontstaan is dat ze dus ook geen verdiensten hebben. Kunnen we ook even kijken hoe het zit met de tegemoetkoming dat deze ondernemers zouden kunnen krijgen wanneer ze zich zouden registreren? Want in Marowijnen hebben we er nog niks van gezien. Claudie Sabayo, NDP-parlementariër. Zij sprak afgelopen vrijdag in DNA tijdens de behandeling van de verlenging van de wet uitzonderingstoestand COVID-19. De Nationale Assemblée heeft met 40 algemene stemmen besloten de wet voor een maand te verlengen. Het parlement zal in die periode de werking van de wet evalueren.